Normaal gezien ging het samenscholings- en het plaatsverbod in vanaf 10 uur. En was het samenscholingsverbod maximum 3 personen daar. Wij hebben dat nu verstrengd. Wij laten het ingaan vanaf 7 uur. Omdat ook volgende week is het winteruur. Dus het is al sneller donker. Vanaf 7 uur zowel plaats- als samenscholingsverbod. Voor de niet-inwoners gaan wij ook naar een compleet plaatsverbod. En de inwoners mogen vanaf 7 uur met maximum 2 op de site vertoeven. En zo is er wettelijk kader gecreëerd om te kunnen ingrijpen. Maar er moeten manschappen zijn die de naleving van het verbod moeten kunnen controleren. Ja, maar we gaan daar capaciteit voor vrijmaken. Ik bedoel, dit is een prioriteit. Dit is nu een pijnpunt. In onze politiewerking, maar wij stellen maar vast het aantal interventies, tussenkomsten die daar zijn, ja, die verplichten ons om te zeggen, we gaan dat probleem te gronde aanpakken. Wie zich niet houdt aan de regels, mag zich aan een gasboete verwachten. De verstrenging is noodzakelijk, zegt de korpschef, omdat de overlast zich verder uitbreidt. Maar die klassieke vormen van overlast, maar die spijtig genoeg toenemen en die zich nu, naast het materiële, ook reflecteren op de interacties tussen de bewoners en de minderjarigen. Naar mensen toe zien we het nu escaleren met persoonlijke bedreigingen en dergelijke meer. Dit gaat uit de hand lopen. Naast het plaats- en samenscholingsverbod wil de gemeente blijven inzetten op dialoog. Er ontbreken daar basiswaarden. Er moet onderling respect zijn. Er moet een soort opvoedkundige waarde zijn waar je beleefdheid hebt naar mensen toe. Ik vind dat daar niet. En op dit moment pakken wij alle middelen vast, ook bemiddeling met de Gentse Haard, ook met ons stapteam van de politiezone, met onze politiemensen, met ook het lokaal bestuur. Wij nemen alle handvaten vast, willen ook hulp bieden, maar er gaat dialoog moeten komen.